Het maakt prins Willem-Alexander en prinses Maxima niet uit hoe ze, als ze straks koning en koningin zijn, door de burgers worden aangesproken. Mensen zouden op deze manier meer op hun gemak zijn, aldus de aanstaande koning. Wat vindt u hiervan? Nou, daar heb ik nog helemaal niet over nagedacht. Ik zou denk ik formeel toch wel kiezen voor koning en koningin. Nou, dat vind ik niets. Vind je dat niks? Nee, niet? Nee, je moet het aanspreken wat gebruikelijk is, vind ik. Koninklijke hoogheid of weet ik veel wat. Dus je bent nog een beetje ouderwets? Ja, maar ja, dat is de leeftijd, hè? Nou ja, laat wel zien dat ze gelijk aan de mensen willen staan. En niet boven ons willen staan. Of laten blijken. Ja, ik vind een klein beetje een standverschil mag er wel zijn. Ik ben helemaal niet zo voor majesteit of zo. Maar toch wel een beetje koning of zo. Ja, dat vind ik eigenlijk wel mooi. Ja, majesteit klinkt zo hoog. Ja, ik vind dat eigenlijk wel goed. Ze moeten eigenlijk behandeld worden zoals iedereen in Nederland. Dus ja, iedereen is gelijk eigenlijk. En het koningshuis is eigenlijk een beetje achterhaald, vind ik. Dus. De hele term is eigenlijk niet belangrijk. Hoe je een koning of een koningin aanspreekt. Het gaat erom wat ze doen voor het volk. Daar moet je naar kijken. Dat vind ik wel positief. Dat zou ik wel doen. En waarom? Ja, het is meer, meer van deze tijd, hè? Majesteit en zo, dat is wat van verder weg. Ja, we moeten allemaal zelf eigenlijk weten wat ze eigenlijk doen. Ja, ik vind dat ze groot gelijk hebben. Het is toch normaal hoe je iemand anders aanspreekt. En hoe zou u het koningspaar aanspreken? Hoi Willem, hoi Maxima. Lekker modern dus. Ja, gewoon bij de voornaam. Ik denk wel met koning en koningin. Toch wel, hè? Ja. Koning Willem en Maxima. Zo zou ik het gewoon doen. U zou hun toch zo blijven noemen? Ja, ik heb wel contact met ze. Ja. Oké. Okay. Vinden ze leuk als je dat zegt, van hoogheid of zo? Ik denk dat ik zou koninklijke hoogheid zou zeggen. Dat denk ik. En als Willem-Alexander dat nou echt niet wilt? Nou ja, dan pas ik mij aan. Laten we nou alsjeblieft geen lof loven naar de koning of koning. Want het is één groot pot nat. Je moet terugkijken naar de geschiedenis. Kijken wat ze hebben gedaan. Kijken wat ze hebben gehaald, weet je, uit arme landen. Kijk daarna eens naar. Ja, ik weet het niet. Ik sta nog niet in het daarvoor. Ik denk dat je dan toch wel een beetje ontzag krijgt als je ze ziet van dichtbij. Ja, ik zie ze niet. Ik zou zeggen, meneer de koningin, hoe gaat het ermee? Meneer de koningin? Ja. Gewoon uw hoogheid gewoon. Toch wel? Ja. Ik zie ze wel als hogerop. Dus, ja. Nou, ik denk dat ik nu zo Alex zou zeggen en Maxima toch wel. Ja. Heel erg bedankt. Wens ik nog een hele fijne dag.